Maar wat ik wel heb opgemerkt, is dat het belangrijk is om een coördinatie te hebben. We herinneren ons bij de overstromingen dat er zones uit Vlaanderen vrijwillig en heel snel naar het rampgebied getrokken zijn. Maar dat men eigenlijk niet goed wist wie waar was met welk materiaal. En dat soort dingen willen we in de toekomst beter aanpakken, zodat mensen die er nood aan hebben, een zo goed mogelijk hulp kunnen krijgen.